In 1979 startte Kees van der Helm als boerenzoon zijn eigen loonbedrijf in Pijnakker. Gedreven door passie en met hart voor alles wat op en in de bodem moet gebeuren. Jaren later doen we dat nog steeds en blijven wij elke dag zorgen voor een mooiere en schonere werk- en leefomgeving. Wij zijn actief in de gehele keten van onderzoek, advies en realisatie met de specialismen milieu, civiel en infra en ecologie. Deze combinatie maakt ons onderscheidend en vernieuwend. Wij zijn Van der Helm, de bodembrede dienstverlener. Wij voeren alle soorten milieukundig onderzoek uit, zoals bodemonderzoek, asbestonderzoek, partijkeuringen, waterbodemonderzoek en asfaltonderzoek. Ook bereiden wij saneringen voor middels een busmelding of saneringsplan en verzorgen wij de milieukundige begeleiding tijdens saneringen. Naast het onderzoek en advies verzorgen wij de realisatie van bodemsaneringen en beschikken hiervoor over eigen veiligheidsdeskundigen, KVP'ers, DLP'ers en gekeurde medewerkers. Onze eigen landmeters kunnen bestaande terreinen inmeten om zo een goed inzicht te krijgen in de hoogte van een terrein en de aanwezigheid van de verschillende objecten. Uiteraard kan hiermee ook direct de huidige ligging van aanwezige kabels en leidingen worden meegenomen. Op het gebied van realisatie ontzorgen wij bij het bouwrijp en woonrijp maken van projectlocaties. Hierbij valt te denken aan grondwerk, riolering, verharding en overige terreininrichting. Wij voeren ecologisch onderzoek uit, wat vaak start met een ecologische quickscan. Als hieruit blijkt dat nader soortgericht onderzoek noodzakelijk is, kunnen wij dat verzorgen, inclusief het aanvragen van de eventuele ontheffing en het begeleiden bij en uitvoeren van ecologische maatregelen. Wij zijn Van der Helm, de bodembrede dienstverlener.